Ik sta intussen bij twee andere nieuwkomers. We waren daarnet daar al bij twee nieuwkomers. En dit zijn eigenlijk geen echte nieuwkomers meer, maar wel jonge veulens die het moeten gaan waarmaken. En sta me toe, Gerben, even te beginnen. Ladies first, zeker Lotto Soudal, ladies first. Lotte Kopecky, ik begin met jou. Hebben jullie dat ook? Zo die Spotify-playlist of die voorkeuren voor muziek binnen de damesploeg? Niet echt. Een persoonlijk ben ik ook niet echt mee met de hedendaags muziek. Ik heb wel Spotify gewoon om een beetje de moderne muziek te hebben, maar voor de rest is muziek niet echt mijn ding. Nee, en veel te druk bezig met schitterende resultaten neer te zetten. Ook zaterdag kwamen we terug van de stage in Mallorca. 'S Avonds, we kwamen van het vliegtuig, we reden naar huis en ik was aan het luisteren naar de radio live van op de Sportman Sportvrouw van het jaar en plots belofte van het jaar, Lotte Kopecky. Over heel België, over alle sporten. Dat is wel een blijk van erkenning. Ja, ik vond het heel plezant om die erkenning te krijgen. Om eens beloftevolle atleet te zijn van afgelopen jaar. Het is wel motivatie om die lijn door te trekken. Het was ook de eerste keer dat een wielrenster die prijs won. Is dat ook een teken dat het alsmaar beter gaat met de dameswielrennen, met ook het Belgische dameswielrennen? Want we doen zowat in elke discipline mee. Zeker wel. Afgelopen jaren is er toch al wel een stap gezet. Ik denk gewoon dat we moeten proberen om zo verder te blijven doen. En dan komt er misschien in de toekomst wel iets moois. Dat kan ik mij inbeelden. Veel succes daarmee. Gerben Thijssen, we schuiven door naar jou. Want ook jij, schitterend jaar achter de rug. Ook op de weg en op de piste. Ja, dat wordt moeilijk om dat opnieuw over te doen. Ja, het gaat een hele opdracht worden. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit. Jullie hebben het ook met heel de belofte ploeg alweer uitstekend gedaan bij Lotto Soudal. Voel je dat je elkaar eigenlijk zo'n beetje meetrekt? Ja, zeker weten. Toen ik binnenkwam was ik wel verschoten van het niveau. En dan hebben die mannen mij enkel maar sterker en sterker gemaakt. En zo zorgen we dat we elkaar een hoger niveau hebben. Een van die mannen die ook nog belofte was en ja, die laat zien tot wat dat kan leiden, zit hier naast ons, Björg Lambrecht. Dat is wel mooi dat bij jullie meteen kan leiden tot een profcontract. Ja, inderdaad. Dat is toch ook wel de droom van elke jonge renner, denk ik. En dan nu zit ik bij Lotto Soudal, dus zoals elke renner heeft, heb ik ook mijn droom om ooit bij de wereldtourploeg te kunnen geraken. Maar misschien eerst Olympische Spelen 2020 en dan aan een profcontract, denk ik? Ja, dat wordt een beetje afwachten, maar ik kijk er wel naar uit.